Hey mensen, top dat jullie bekijken. Ja, we zijn weer verder gegaan met onze type 69. En we hebben hem weer mooi voorzien van een verfje. Hij blijft woestijnkleurig, zo. Dat is ook de kleur zoals hij waarschijnlijk in Irak is gebruikt. En we hebben ook met veel nauwkeurigheid alle tekens en zo die erop stonden ook weer terug erop geschilderd. Mijn verf spuit pantoffeltjes aan, hè? Speciaal voor dit. Nee. Oké. Okay. Ja, dit is onze mengbeker. Oké, nou laten we het gaan doen dan. Ik hoop dat die dun genoeg is. Er blijft ook wel wat verf in het rolletje zitten natuurlijk. Oh, dit
Het is echt helemaal, dit vind ik niet prettig hoor. We willen toch een beetje natuurgetrouw maken, dus daar gaan we dan. Gewoon zomaar verder op die mooie gespoten tank. Eigenlijk moet ik expres een beetje druipers maken hier en daar ook hier. Ook wel bijzonder hè, dat iemand dit, hoeveel jaar geleden zou dat zijn? 1991 natuurlijk. Stiekem lang geleden al. Zo'n meer dan 30 jaar geleden stond iemand dat ook zo te rollen waarschijnlijk. Oh. Ik ga mijn bakjes geven. Ik ben in ieder geval blij dat ik het. Ben blij dat ik mijn bakje niet boven de tank hield in ieder geval. Misschien moet ik gewoon even een ander rolletje pakken, want dit is echt. Dit is denk ik niet voor kinderverf. Het sponsje is aan het afvallen. Oké, we hebben een beetje een beter rolletje gepakt en dat geeft ook een beter resultaat. Optie. Ja, goed. Laten we het erop gaan zetten. Dan kun je natuurlijk meteen met verf erop kwarken. En dat is natuurlijk heel vervelend als je net niet lekker uitkomt. Dat is verstandig om eerst even gewoon een krijtje, of in dit geval een stukje speksteen. Dat is ook een soort krijt eigenlijk. En gewoon eerst die cijfers erop te krijten en dan daarna in te kleuren. Zo, goed. Eens even kijken. Zie je jou? Nou. Toch altijd wel een beetje eronder gaan, ja goed. Wel te stoel. Ziezo!
Hopsa. Oké, dan. We hebben nog een aantal beschadigingen. En die wil ik eigenlijk even ook accentueren. Dus eerst gaan we die zwak maken. Ik heb hier een schampschot. Dat waren ze wel echt allemaal, denk ik. Nou ja, als we er nog tegenkomen, dan schilderen we ze dan wel. Ik kijk nog iemand hebben die hier een paar kogelgaten in schiet. En zo bam, bam, bam. Oorspronkelijk zaten hier ook kogelgaten in die kist. Alleen dat was niet veel meer. Het is wel echt handig. Ja. Special paint. Ja, dat is een hele verbetering, hè? Hij ziet eruit alsof dat hij klaar is. Moet je eens even kijken hoe dat hij eerst was. Wat een hoop ellende. Ja, het lijkt wel alsof dat hij klaar is. Maar dat is hij natuurlijk niet, hè? Want alle volgers op onze vlog, op de werkplaatsvlog, die hebben natuurlijk ook gezien dat er helemaal geen motor meer in ligt. Die hebben we namelijk eruit gehaald. Want die willen we gaan testen bij DSP. Om te kijken hoe goed het hij eigenlijk echt is. Want ja, hij rookt natuurlijk wel behoorlijk. Het zou best kunnen dat er toch nog ergens iets mis is. Nou, dat treft, want we hebben nog een aantal andere motoren. En die gaan we ook testen. En dan gaan we natuurlijk de beste motor, die gaan we terug in de tank leggen. Want dan kunnen we hem namelijk voor demonstraties en zo laten zien aan het publiek. Zonder dat er een hele grote rookwolk uitkomt, die er niet bij hoort dan. Hè? Want ik denk eerlijk gezegd dat het niet heel veel beter is met die andere motoren. Het is natuurlijk toch een beetje oude techniek. Zonder klepsteel, rubbers en zo. Dus die motoren verbruiken sowieso nogal wat olie. Maar goed. We komen er vanzelf achter. Ja, natuurlijk de originele motor, die houden we er wel bij. Die zetten we dan mooi op een stand ervoor. Zodat als we hem ergens tentoonstellen, dat we ook de originele motor kunnen laten zien. Want daar heeft natuurlijk toch ook best wel veel werk in gezeten. En daar ben ik ook best wel een beetje trots op dat het gelukt is om die weer in leven te krijgen. Nou, ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende!